om in zo'n prachtige ambiance te mogen optreden. En ik was hier. En dat durf ik eigenlijk niet, die zijn er nog nooit geweest. En in de kennismaking een aantal weken terug. Ja, stond me verstand stil dat ze hier zo geweldig geen informatie hebben. 1,5 miljoen akten van de burgerlijke stand. En nu kan je dus neergeven hoe je familie in elkaar zit. De laatste tijd is de duksport erin. Maar ooit ben ik in het archief gedoken. Mijn dukbril heb ik mijn net of. Misschien een beetje aan mijn roken, kruk in het papier en stof. Een duk in het verleden, het land van leed en lief, dat is echt bezigheden hier in het archief. Met de van grootte van de voorbereiding, en hoe proberen we dit? Dat geweldige archief, dat zijn een paar dingetjes goed te richten. En die 20 jaar burgers, dat vond ik toch wel heel bijzonder dat ik in die manier bewaar ben. Mevrouw, mag ik weten hoe hij heet? Simons. Oh. En maar wie was dan je hoe heet je noma dan? Ziet dat? Dat heb ik genoemd. Ja. Want mijn overgrootvader, die zijn nichtje, die was op één Pieterse trouw. Zie je? En als je niet gelooft, dan kan je het niet. Echt waar. Mevrouw, hoe heet u? Oh, dan kom je de sap van zijn tegel. Ja. Zie je dan? Nou. Ja, van mijn moeders kant zit er ook een sommer in de familie. Bij hoe je meisje, hè? Zie je dan? Ja, mijn moeder was ook een stek goed. Ja. Alleen is het wel zo, als ze sommer leert, maar ze zijn niet helemaal eerlijk geweest, want het was eigenlijk een onwaar kind. Ja. En fijn, volgens uit die volgende mooie vanmiddag een meisje. Ja, dat is hier lang geleden, hoor. Ja, wel, maar dat doe ik zelf. We hebben nu een liedje over de burgerlijke stand. Beste mensen, goeiedag, hier het Jeugdarchief Meteen. Ach, je is wat vredelag, van wie beden eigenlijk hier? Van boven van de vissen of van Dekker of de Vin. Oh, dan weet ik wie is zeker, die familie van me wil. En als die volgt, dan kan ik die Nederland. In de lijst 200 jaar een burgerlijke stad. Dat mijn grote voders opa, die zijn achterneef was wees. En dat was een overtrein, meneer degene, het was dees. En die trouwde niet een nichtje van de Spaanse koningin. Dus dan mag je toch wel zeggen, dat je familie van me wil. En als je volgt, dan kijk je niet helemaal. Even waar is je 200 jaar een burgerlijke staan. Eert je moeder van de kreking en komt die u kamperslaan. Was de opa iets grijpel en die hoog de veverstand. Dan ben je er eigenlijk in en kunt een heel rubriek geslacht. De liep spreken op Napoleon, dat hoor je zeker niet vandaan. En als je volgt, dan kan je niet helemaal. In de wijze 200 jaar een burgerlijke staan. Op en neer en schiet een kat in pijl of balpoepjes of pijn. Want misschien een beetje deftig, de Jardin de Pijl of Steen. En de ringdom scheer en schande, ja ik zeg het niet of schroom. Zelfde horen dan ons varren, dat ons varen van de boom. En dan je komt weer, dan kan je niet meer aan. In de derde zit 200 jaar een burgerlijke staan. Wij zitten
een van de eerste dingen die aan me erg afsprak, dat was een beetje een collega. Een mevrouw die ja, dichteres was. En die eerde Antje Bal. En Antje Bal die kwam uit Zoutelanden en die schreef, was blind. Was die slechte zicht geboren en sinds Nederland steekje blind geworden. En dat rufje hij eerder leven schreef. Versies. Dat was in de periode van Hieronymus van Alphen. Jantje zag eens. Ja, kijk. Dat weet iedereen nog. En wie kent het IA-regel van Antje Bal? Nee, helemaal. Ja, ik wist het ook niet. Maar, het was toch de paar regels in de stukken die de tentoonstelling hier in het archief weer zo inspirerend dat ik de Zeeuwse bibliotheek wist. En ik heb dus even de boeken van Antje Bal opgevrouwen. En het was toch nog een heel stevig. Dichter schreef ze voor kinders, maar ze was zo moralistisch en zo christelijk, nog drie keer zo erg als Van Alphen. Dus er is eigenlijk niet veel van overgebleven. Maar ze schreef dan bijvoorbeeld, ik doe dat ook wel eens ter gelegenheid, gelegenheidsliederen. En dan schreef ze een liefdegoeder geliefd dienstmeisje. En die wie dan 18, nou dat is dan toch een jonge meid. Lieve Dientje, uw jaardag mag weer aan het oosten gloren. U herinnerend aan de stond toen ge werd geboren. Toen uw ouders de eerste kus u tot welkom gaven. En ge u aan de moederborst voor het eerst mocht bewaren. En wat zal het einde zijn? Dat is dan het bijna aan de vader, want ik ben, ik geloof het, 39 coupletten. Het is me overwogen om die te zingen, maar. En dan een examen om te doen. Maar een eindje van het liefst. En wat zal het einde zijn? Dan is dat meisje wordt dan 18. En wat zal het einde zijn van een zondig leven? Eeuwige nacht en eeuwige smart. Kermen, huilen, beven. Handgeween en ooggeween. Roeging van het geweten. In die vlam die eeuwig brandt. Hart van een geweten. Als je dat voor je zien of dichten, als je 18 wordt, ja, dan kan we riepen, als je dat niet meer dikwijls leest. Dat was Antje Bal. Maar in die schriften kwam ik ook één lied tegen dat niet het programma van de Ochtendmekenheid. Ze schreef een lied over de ramp die in Ermuurs Vissers vertug in 1881. Want het lied van de klok van Ermuur komt straks nog. Dat is gebaseerd op de ramp in 1924. En die van 1881 was ook heel dramatisch. En daar heeft Antje Bal een lied over. En dat is eigenlijk toch wel een prachtige tekst. Dat is natuurlijk mooi dat je ziet in de context van de titel. Om nog kort te gaan over Antje Bal. Ze is in de boekenstessie niet als dichteres, hier dat niet, maar als kolenhandelaarster. Nou, wat hij dan niet merkt, nou kennelijk had hij de familie een kolenhandel. Ze is uit Zeeland weggetrokken en later weer teruggekomen en toen is die kolenhandel overgenomen en gedreven. En toen dacht ik, zou ze dat dan meteen want aan de blinden en je maar ergens kolen brengen. Dan moest ze de linie aan de deuren liggen. Want dan denk ik dat zwart ziet in dus. Waarschijnlijk, als je dus personeel had, en was hij de directrice van het spul, en hij is zo door de brood verdienen. In 1881 verhing een schip, een Ermuurse visserschip, voor de Engelse kust. Er waren 7 man aan boord, en 6 ben er nooit meer teruggekeerd. En 1 overleefde de ramp die de Klasina in januari 1881. En ze schreef dit het volgende lied over. Is het waarheid die maar het vreselijk bericht weet opbreekt niet uit in geweest? Ach, de mannen, de vaders, zij gingen eruit, maar keerden niet huiswaarts, zo nee. Zij keerden niet weer naar haven en nacht.
Zo kwam hij van lof weer naar huis.